Wij hebben 1 uur de tijd om blokfluit te leren spelen zonder ervaring. En we gaan beginnen in 3, 2, 1, let's go! Waarom nou de blokfluit, hoor ik je denken? Laten we even heel eerlijk met elkaar zijn. Hier word je toch vrolijk van? De blokfluit is een perfect instrument voor mensen die wat minder muzikaal zijn. Het is eenvoudig te leren, vrij gemakkelijk te gebruiken en je kan enorm snel een liedje leren spelen. Ik heb dit nog nooit gedaan in mijn leven. Dat is trouwens een leugen. Als kind heb ik vast wel een keer op zo'n ding lopen blaren. Hoe werk... Oh, ik draaide gewoon zoiets af. Ik dacht al, die kan je eraf draaien, toch? Of heb ik er nou een stuk gemaakt? Ja, Jeroen en ik moeten ons uur enorm slim gaan indelen. Want hoe lang bestudeer je het instrument? Hoe lang ga je noten leren lezen of sla je die stap helemaal over? Hoe lang ga je oefenen? En het allerbelangrijkste, wat ga je oefenen? We hebben maar een uurtje de tijd. Oefen je een te moeilijk lied? Pech, want je gaat noten vergeten en het compleet verkeerd spelen. Oefen je een te makkelijk lied? Jammer, want hiermee impress je helemaal niemand. Oké, zonder gelijk tutorials op te zoeken wil ik eerst even weten wat elk gaatje is. Er zit namelijk ook een gaatje onder. Als ik die indruk, hoor je eens horen. Dan heb je hier ook nog een gaatje. Ik weet niet wat die voor is. Oké. Dat is niks. Na een aantal minuten wist ik hoe het instrument eruit zag, hoeveel gaatjes erop zaten en kon ik beginnen met spelen. Op dat ene gaatje aan de achterkant doe je je duim van je linkerhand. Dit ding klinkt altijd vals gewoon. Oké, je kan dus met je tong kan je sturen. Heel nice. Ik ben benieuwd hoe het met Jeroen gaat. Juist. Ik denk dat ik het snelst kan leren als ik eerst precies weet welk gaatje op de blokfluit welke noot is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik zie 8 gaten in dit ding zitten. Maar er zijn 12 noten. Ik snap er geen hol van. Weet je wat? Ik heb nog zo'n gitaartuner-app op mijn telefoon staan. Die neemt gewoon het geluid op en die vertelt je dan wat voor noot je aan het spelen bent. Oké, dat is blijkbaar een C-sharp. Oh, wacht, wat nou als je helemaal niks indrukt? Dat is een D-sharp. En dit is een E. Oké, misschien moet ik stoppen met zelf iets uitproberen te vogelen. En gewoon even iets op het internet opzoeken. Want ik ben nu al 10 minuten bezig. En ik ben nog helemaal niks opgeschoten. Ho, ik ben echt een pro. Dit is ziek. Na dit uur gaan we natuurlijk kijken wie het beste die fluit kan spelen. Dus ik moet wel een leuk showtje zo meteen gaan maken. En ik dacht aan 2 nummers die ik wilde gaan spelen. Of het SpongeBob muziekje of de Titanic Flute. Echt een classic. Ik denk dat ik voor die tweede ga. Ik ga nu een tutorial opzoeken. Wow, damn, dit is sick. Dit is... Volgens mij is dit zo makkelijk. Hij speelt zoveel noten, maar hij doet eigenlijk niks. Oké, eerste poging. Ik ga het letterlijk een beetje op goed gevoel doen. Dude, dit is zo simpel. Dit is zo simpel. Oké, ik moet niet te hard van stapel lopen. Jemig. Oké, ik moet even goed die noten bekijken. Hij werkt ineens niet meer. Wat? Je moet ze wel heel gek indrukken of zo. Je moet ze echt goed indrukken, anders werkt het niet. Ik wil dit nummer leren. Dit is mijn doel uiteindelijk. Dit nummer gaan we leren, boys. Oh ja. Yeah. Dit is toch wel akelig moeilijk. Oké, ik heb het begin een soort van, dat zijn gewoon dezelfde 2 noten, dat op een nieuw, de tu-tu-tu-tu-tu. En dan heb je nog tu-tu-tu-tu. Bro, ik ben echt al 20 minuten lang hetzelfde aan het proberen en ik ben geen progressie aan het maken. Oké, de eerste 20, 30 seconden kan ik nu al, binnen 5 minuten. Wow. Dit gaat me iets te snel. Zo, ik vergeet het steeds. Oké, ik ga ondertussen, ga ik trouwens alvast mijn tweede nummer leren. Want dit nummer leer ik echt al binnen een uur. Ik moet echt de noten trouwens niet vergeten, want dat mag niet fout gaan.
het lukt me maar niet. Ho eens eventjes. In de verpakking zit ook nog van alles. Misschien is dat letterlijk wel gewoon een papiertje waarop staat hoe je noten speelt. Ja, dit is precies wat ik wilde hebben. Hier moet je zien, joh. Dit is hoe je alle noten speelt. De enige keer dat een f***ing gebruiksaanwijzing daadwerkelijk handig is. Oké, dit is f***ing moeilijk. Maar deze ga ik nu leren. Ik wil deze misschien nog liever leren dan die andere. Want die andere is echt super makkelijk. Deze is pittig moeilijk. En hier kwam ik in een enorme valkuil. Ik was namelijk te zelfverzekerd. De Titanic-speler ging me net iets te goed af, waardoor ik hoger wilde grijpen en gelijk een nummer wilde spelen die uren, misschien dagen tijd kost. Maar die Jeroen die maakt ook een hele rare keuze. Ik heb mijn gitaar erbij gepakt, want volgens iemand op Reddit, om precies te zijn, is het A-G-A-G-A... CC. Ik weet toch precies waar alle noten op een gitaar zitten. Dan kan ik het eerst daar even op checken. Zet ik het vervolgens over naar de blokfluit. Oké, volgens mij klopt het wel wat hier staat. Want A, G, A, G, A, C, C is... Hey yo, ik heb het gevonden. Ja hoor, ik heb een WikiHow pagina er hiervoor. Twee vingers erop. En dan één vinger dus op de achterkant. Dat is een A. Dus dit. Dit is een A. En dan is dit een G. Alright, ik ga het nummer gewoon op 0,5 snelheid terugspelen. En ik denk dat ik dan wel de hersencapaciteit heb om het nummer bij te houden. Oh, damn. Dit is top, dit is top. Dit heb ik nodig. Wauw, oké, dit wist ik dus ook niet. Maar blijkbaar kan je dit dingetje ook half indrukken, waardoor er een klein beetje lucht doorheen komt. Oké, nu komt het dus echt op de skills aan. Oh, dit is wel echt insane. Dit slurpt zoveel tijd. En ik speel het echt op 0,25 snelheid. Ja, ik heb bijna een half uur weggegooid om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat ik dit nummer toch nooit op tijd kan leren. Dus ging ik mijn Titanic fine-tunen en alvast een generale repetitie voor mijn vriendin spelen. En zij kon dit nogal waarderen. Wil je iets moois voor je spelen? Het is echt f***ing cool, maar kijk mijn duim. Je drukt echt je hele duim aan gort, joh. Ik was vergeten wat voor banger Portland is. Ik heb hem te pakken. Het is mooi geweest. Ik ga ook gewoon niet meer oefenen. We zijn er klaar voor. Het is mooi geweest. Laten we bij Harm checken. Ah, mijn lippen gaan ook helemaal kapot, joh. Er zit een bult spugen, joh. Gadverdamme. Ah, wat smerig. Oeh, ik was nog niet helemaal klaar met oefenen, maar de tijd zit erop. We hebben een uur gespeeld, dus ik ga nu gelijk naar Jeroen toe, want die moet ook kappen. Het is tijd voor een showtje. Een uur lang hebben we ons op compleet verschillende manieren voorbereid. Wie heeft het snelste geleerd en speelt het beste blokfluit? Aan jou, de kijker, de eer om ons compleet af te branden in de comments. Maar laat wel even weten wie er beter speelt. Wie gaat beginnen? Ik wil wel beginnen. Ik heb ja, we kunnen ook steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Boom. Jij begint. Ik begin. Hier gaat ie. Sorry, jij zit... Ik ben echt gespannen, man. Oké, wacht. Dit zag niemand. Ik tril ook gewoon een beetje. Ja, ik had bij het begin toen we net opnamen. Ik had de hele tijd zo'n spastisch trek. Ja, maar echt. Maar ik hoor jou ook gewoon stil na. Oké. Ja, niemand hoort het. Niemand. Ik ben vol verbazing. Ja. Kijk, vriend. Want ik heb dus echt een nummer geleerd wat uit vier noten bestaat. En niet meer. Oké. Ik weet het niet meer. F**k, ik ben het laatste vergeten, hè? Maar dit is ook best wel een lang nummer. Yes! Hey, go. Yeah.
gaat 5 minuten, gaat hij ja, dit. We kunnen nu nog op 4 minuten doorgaan. Legendes zeggen dat Jeroen dit na 24 uur nog steeds speelde. Wie heeft er gewonnen? Laat het weten in de comments. En abonneer. Anders komen wij vannacht langs om voor jou te spelen.